Vandaag wil ik als uitgangspunt nemen deze foto's. Een maand geleden verspreid door de Amerikaanse overheid. Wie zijn die mensen? De Amerikaanse overheid heeft de foto's verspreid, de namen erbij gegeven. Het zijn alle vijf officieren in de Chinese krijgsmacht. De Amerikaanse overheid heeft ook bekendgemaakt. Ze worden dus van hackingactiviteiten verdacht. Wie zouden de slachtoffers zijn? Ook dat is bekendgemaakt. Een groep westerse bedrijven, ook Amerikaanse bedrijven, een Duits bedrijf, een Amerikaanse vakbond. Hier zie je de Amerikaanse minister van Justitie op het moment dat bericht werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse overheid op zoek is naar die vijf personen. Op de website is ook bekendgemaakt wat dan het probleem is volgens de Verenigde Staten. Het zijn militaire hackers. Die worden gezocht onder andere vanwege spionageactiviteiten tegen Amerikaanse bedrijven. En het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid ertoe overgaat om tot vervolging van mensen die voor een overheid werken van een ander land. Voor cybermisdaad. Dit is een stukje tekst uit een commissie. Dat is een commissie die in de Verenigde Staten werkt, onderdeel uitmaakt van het Amerikaanse congres, dus van het Amerikaanse parlement. En die commissie die bestaat uit gerenommeerde deskundigen en die stellen elk jaar een heel dik rapport op over de stand van de Amerikaanse relatie met China. Zowel op strategisch gebied als op economisch gebied. De meest recente versie is onlangs uitgekomen. Die gaat over 2013. En daar staat onder andere in dat die commissie heeft vastgesteld dat de Chinese overheid bezig is met een grootschalige cyberspionagecampagne tegen de Verenigde Staten met verschillende doelen. En een van de doelen waar de Chinese overheid naar zou streven is het bieden van concurrentievoordelen voor Chinese bedrijven. En dus concurrentievoordelen, onder andere ten opzichte van Amerikaanse bedrijven. Dit is een klein stukje tekst uit een boek dat vorig jaar is verschenen. Dit is geschreven door een groepje Amerikaanse deskundigen. Het boek gaat over China en industriële spionage. Er staat ook een hoofdstuk in over cyberspionage. Volgens de schrijvers van dit boek is er geen ander land dan China. China is het land dat het meest actief is op het gebied van het stelen van buitenlandse technologie. En dat is het niet zomaar, het zijn niet zomaar Chinese bedrijven of criminelen of zo, maar het is uiteindelijk de Chinese overheid, zeggen zij, die daarachter zit, die dat faciliteert en stimuleert. En de Chinese overheid zou dus stimuleren dat Chinese partijen op alle mogelijke manieren toegang krijgen tot buitenlandse technologie, inclusief illegale manieren, inclusief spionage. Dit is een citaat van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die zeggen het gewoon heel duidelijk. In 2011 was dit al in een rapport wat ze naar het Amerikaanse congres is gegaan. De Chinezen zijn het meest actief wereldwijd als het gaat om het beoefenen van economische spionage. Dit rapport is opgesteld op basis van input van alle verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat is de CIA, maar ook de zusterinstellingen van de CIA. Dit stond vorig jaar in de krant. Er is een rapport uitgekomen van Mandiant, Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf. En dat bedrijf schreef in het rapport dat ze allerlei aanwijzingen hadden gevonden van computerinbraken bij Amerikaanse bedrijven, die ze allemaal terug hadden herleid naar een specifieke locatie die op deze foto staat, een gebouw in Shanghai. En in dat gebouw zou een afdeling van de Chinese krijgsmacht, een cyberafdeling zitten die specifiek bezighoudt met cyberspionage,
met name in de Verenigde Staten. Vorige week weer zo'n rapport, ander Amerikaans bedrijf, CrowdStrike. Ook zoiets, ook weer een gebouwencomplex in Shanghai. Daar zou ook een soortgelijke Amerikaanse cybereenheid van de Chinese cybereenheid van het Chinese leger zitten, die allerlei westerse bedrijven als doelwit heeft. Is het belangrijk? Vinden de Amerikanen dit belangrijk? Ja. En vorig jaar, toen is de Chinese president Xi Jinping, vlak nadat hij president is geworden van China, is hij op bezoek gegaan om Obama te ontmoeten. Hij was op bezoek, hij was te gast bij Obama op een locatie in Californië, op het platteland. En daar hebben ze een paar dagen uitgebreid met elkaar gepraat om elkaar beter te leren kennen. En wat stond op de agenda? Natuurlijk op dat moment Noord-Korea en Syrië, maar ook cyberveiligheid. En cyberveiligheid, als je kijkt naar de Amerikaanse topontmoetingen met China, het zijn altijd een paar onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Cyberveiligheid staat er altijd bij de afgelopen paar jaar. Dus Amerika maakt zich hier heel druk over. Wat zegt de Nederlandse overheid? Jaarverslag van de AIVD over het afgelopen jaar. De Nederlandse overheid noemt niet China. Het gaat niet zo ver als de Amerikanen dat doen. China wordt niet bij naam genoemd. Maar het gaat wel over hetzelfde soort problematiek. Nederlandse bedrijven zouden zich onvoldoende bewust zijn van de risico's die ze nemen. Het gaat dan om cyberaanvallen, cyberspionage door buitenlandse partijen. Die zijn uit op niet alleen op het stelen van intellectueel eigendom, maar ook op het verkrijgen van informatie waardoor de onderhandelingspositie van die buitenlandse partijen beter wordt. En de AIVD wijst er ook op dat dat vaak gekoppeld is aan de activiteit van buitenlandse overheden. Dus het is een verborgen vorm van staatssteun voor buitenlandse bedrijven. Nou, dat roept natuurlijk een paar vragen op, al dit soort rapporten en statements in de media. Is dat wel terecht wat die Amerikanen daar allemaal zeggen? En dat gaat best wel ver. Dus China, wat ze vorige maand hebben gedaan, het direct beschuldigen van de Chinese overheid. Want als je 5 officieren van de Chinese krijgsmacht gaat vervolgen, dan zeg je dus in feite, want zij hebben natuurlijk hun opdracht gekregen van de politieke leiding, de militaire leiding en uiteindelijk de politieke leiding in China, dan zeg je dus in feite, indirect, dan beschuldig je de Chinese overheid van dit soort activiteiten. Amerikanen zeggen, nou, China is de belangrijkste bron van dit soort problematiek. Ze zeggen ook, de Chinese overheid zit er uiteindelijk achter. En een andere belangrijke vraag is natuurlijk, is dat wat voor Amerika geldt, als het waar zou zijn, geldt dat dan ook voor Nederland? Het is vooral de vraag, is de Chinese overheid echt de sturende kracht hierachter, waar ik nog wat dieper op in wil gaan? En dat wil ik doen door te kijken naar de context waarin China, de Chinese overheid, bezig is met cyberveiligheid op internationaal terrein. Er zijn een aantal aspecten die belangrijk zijn, denk ik, om een wat beter gevoel te krijgen, een beter inzicht voor hoe China omgaat met internetveiligheid en welke dingen China, de Chinese overheid, daarin nastreeft. Op de foto zie je, dit foto is genomen in het voorjaar van 1989. Het is nu net 25 jaar geleden. Er waren grote massademonstraties van studenten in Peking op het plein van de Hemelse Vrede. Met dit soort leuzen liepen ze rond. Demonstraties waren heel erg gericht tegen de vergaande vorm van corruptie onder de Chinese overheid. En op 4 juni 1989 is die demonstratie met geweld door het Chinese leger neergeslagen. En nu net bij de herdenking van 25 jaar, dat het 25 jaar geleden was dat gebeurd is,
Heeft China er ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat in China dat niet herdacht wordt? Dus er is geen woord over gezegd, er is geen woord over verschenen in de Chinese media. En het plein van de Hemelse Vrede in Peking zelf is ook heel streng gecontroleerd dat niemand daar iets geks zou doen met spandoeken of zo. Het politieke systeem in China is bijzonder kwetsbaar. Dus het lijkt vaak alsof het politieke systeem in China juist heel erg sterk is, omdat je hebt een hele sterke overheid met een grote krijgsmacht en met heel veel mogelijkheden om dissidenten en de media onder controle te houden. Maar dat zijn allemaal uiteindelijk symptomen van een politieke elite die bijzonder die zich bijzonder kwetsbaar voelt, die erg onzeker is. Er wordt heel veel moeite ingestopt in het onder controle houden van mogelijke oppositie in China. Dus er is ook officieel geen oppositie in China. En die kwetsbaarheid van het politieke systeem komt voort uit het feit dat de communistische partij en de leiders van de communistische partij in China, dat die alle macht naar zich toe hebben getrokken, maar daar geen duidelijke legitimering voor hebben. Er zijn geen verkiezingen in China, dus de overheid, als de overheid maatregelen neemt die niet populair zijn, dan kunnen ze niet zeggen, ja, maar jullie hebben onszelf gekozen tegen het volk. En dat is heel gevaarlijk, want er gebeuren vaak dingen waar mensen het niet mee eens zijn in China. De overheid is inderdaad bijzonder corrupt. Zoals in elk land heb je mensen die het niet eens zijn met bepaalde aspecten van het overheidsbeleid. En het is heel moeilijk voor de Chinese overheid om zich daartegen te verweren, want die politieke legitimiteitsbasis die is er niet. Een ander element van die context die relevant is, is dat vanuit China gezien, dat China zich in een bijzonder vijandige wereld bestaat. En ik heb hier een aantal dingen op een rijtje gezet. Dat gaat ver terug. Het gaat terug tot 1839. Maar dat is in de zienswijze en in het bewustzijn van Chinezen en van Chinese politieke leiders, is dat helemaal niet zo ver terug. Want die problematiek en de actoren waar China in 1839 mee te maken had, die zijn in hun ogen nog helemaal niet zoveel veranderd sindsdien. 1839 is het begin van de opiumoorlog. Dat is de eerste keer dat China echt te maken krijgt met het moderne wereldsysteem, zoals dat door het Westen is gecreëerd. In 1839 besloot Groot-Brittannië, was op dat moment de grote wereldmacht, de supermacht van de wereld. Groot-Brittannië besloot om een oorlog te beginnen tegen China, omdat de Britten wilden graag opium vrij uit kunnen verkopen op de Chinese markt. Maar de Chinese overheid vond dat opium een schadelijk product was en dat niet op de Chinese markt gebracht mocht worden. En de Britse regering reageerde daarop door de oorlog te verklaren aan China en China aan te vallen en met geweld af te dwingen dat de Chinese markt open zou gaan voor Britse producten. En met name opium. Nou, er zijn sindsdien heel veel andere dingen geweest. Ik heb er een paar maar als voorbeeld op dit lijstje gezet. De huidige hoofdstad van China, Peking, is in de geschiedenis tot 3 keer toe bezet door buitenlandse troepen. De eerste keer in 1860 door Britse en Franse troepen. Dat was de zogenaamde Tweede Opiumoorlog. Daarna nog eens een keer in 1900. Dat was een hele dieptepunt voor China. Toen is een hele coalitie, zeg maar zo'n beetje de hele wereld, de Britten, de Fransen, de Duitsers, de Japanners, de Russen en de Amerikanen, die zijn allemaal gemeenschappelijk met hun legers China binnengevallen en hebben gezamenlijk hebben ze Peking bezet om allerlei zaken voor elkaar te krijgen die ze van China wilden. En in 1937, de aanloop naar het begin van de Tweede Wereldoorlog in Azië, is Peking door de Japanners bezet. Nou, en dan de periode na de Tweede Wereldoorlog, dan krijgt China vooral met Amerika te maken. Amerikanen die sinds 1950 Taiwan beschermen, dus de Amerikaanse zevende vloot in Azië beschermt Taiwan sinds 1950, zorgt ervoor dat China niet met geweld de hereniging van China en Taiwan kan realiseren. Dus dat tot op de dag van vandaag
is dat de situatie. In 1959 kwam de Dalai Lama in opstand, de Tibetanen kwamen in opstand. De Dalai Lama is toen het land uitgevlucht, woont nu nog steeds in India. En de Amerikanen die hebben die opstand toen aangemoedigd. En de CIA heeft tot 1969 de Tibetaanse opstandelingen ook actief gesteund. 1989, dat was dat jaar van die studentenopstand waar die vorige foto van was. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sinds dat jaar een wapenembargo tegen China. Dat is nu nog steeds van kracht. De Europese landen en de Verenigde Staten leveren geen wapens, verkopen geen wapens aan China. En de Chinese overheid is ervan overtuigd dat de motivatie daarvoor al lang niet meer alleen maar is dat er een kans is dat die wapens tegen Chinese burgers gebruikt zouden kunnen worden. Het gaat tegenwoordig om hele geavanceerde technologie die alleen maar relevant is in een internationale context. Nou, die Amerikanen die in 2003 Irak zijn binnengevallen, 2011 door middel van de NAVO ook zich gemengd hebben in de burgeroorlog in Libië. Dat zijn voor China ook duidelijke voorbeelden dat de Verenigde Staten niet aarzelen om in te grijpen in andere landen, om daar het regime te veranderen. En dat ze zelf wel bepalen of de internationale regels op dat moment opportun zijn of niet. En dat ze achteraf wel, of dat er altijd wel een reden te verzinnen is waarom ze die hulp moeten bieden. Dus bijvoorbeeld in het geval van Irak zou het gaan om massavernietigingswapens, maar de gedachte was eerst, we gaan Saddam Hussein verdrijven en daarna, hoe kunnen we daar een goede reden voor bedenken. Zo wordt dat vanuit China gezien. En heel recent, president Obama was recent een paar weken geleden op bezoek in Japan en heeft toen nog eens een keer duidelijk gezegd, Japan is een militaire bondgenoot van Amerika en China heeft op dit moment veel spanningen met Japan. Er zijn wat eilanden in de Oost-Chinese Zee, die worden door beide landen geclaimd. En er gebeurt van alles met schepen en met vliegtuigen, allemaal kleine incidenten. En Obama heeft nog eens een keer heel duidelijk gezegd van ja, die eilanden, als China militaire middelen zou gebruiken om die eilanden aan te vallen, dan zou Amerika dat beschouwen als een reden waarom Amerika militair bijstand moet verlenen aan Japan. Nou, dus met andere woorden, die voorheen de Britten, maar nu vooral de Amerikanen, maar ook de Amerikaanse bondgenoten zoals Japan, die zijn niet te vertrouwen. Die hebben niet het beste voor met China. In ieder geval niet met de huidige politieke leiding van China. Amerikanen willen graag democratie brengen in de wereld. En als zij middelen zouden zien, als zij aanleiding zouden zien om ook in China de oppositiebeweging te steunen om de huidige regering ten val te brengen, dan denken de Chinese leiders dat Amerika dat graag zou doen. Dus Amerika is niet echt een vriend van China. Nog wat meer over Amerika, specifiek dan de relatie met cyberspionage. Er is heel veel in het nieuws geweest naar aanleiding van de vele onthullingen van Snowden. Maar wat de Chinezen natuurlijk vooral hebben opgepikt is dat uit al die informatie van Snowden duidelijk is gebleken dat China een van de hoofddoelen is. Het bespioneren van China, Chinese doelen, is een van de hoofddoelen van de NSA. En er zijn concrete voorbeelden. Huawei, de Chinese gigant, de telecomgigant. En de Tsinghua Universiteit, dat is een topuniversiteit in China en de top technische universiteit van China. Dat die bespioneerd zijn door de NSA. De Amerikaanse overheid heeft daarop gereageerd door heel erg te benadrukken dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen industriële spionage of economische spionage aan de ene kant en spionage voor nationale veiligheid aan de andere kant. De Amerikaanse regering zegt, spionage voor nationale veiligheid, dat is eigenlijk een legitieme vorm van spionage. Dat is goed, dat hoort bij het verdedigen van het land enzovoort. Maar het bespioneren om daar vervolgens commerciële winst uit te halen of het gebruiken van je overheidsmiddelen om economische spionage te bedrijven en dan vervolgens daar de bedrijven uit jouw land een voordeel mee te geven, dat is verwerpelijk, dat is moreel verwerpelijk en dat doet Amerika ook niet.
Nou, de Chinezen die vinden dat, die twijfelen daar sowieso al aan of Amerika dat inderdaad niet doet. Vinden ook dat het onderscheid tussen die twee, dat nu even, omdat het nu even opportun is voor de Amerikanen, dat nu heel erg naar voren wordt gebracht. Maar hebben daar toch het gevoel bij dat over 10 jaar dat daar misschien weer heel anders naar gekeken wordt, ook in Amerika. En verder, en daar kom ik zo meteen nog nader op terug, dat onderscheid tussen economie en nationale veiligheid, dat is er vanuit de Chinese optiek, is dat een onzinnig of een niet relevant onderscheid. Nog zo'n contextuele factor, ook heel belangrijk voor, zeg maar, om het perspectief, de benadering van de Chinese overheid te kunnen begrijpen. Technologieoverdracht speelt echt een cruciale rol, echt een hele centrale rol in de, zeg maar, in de politieke strategie van de Communistische Partij. De Communistische Partij van China, die sinds 1949 aan de macht is in het land, heeft 80 miljoen leden. Dat is een gigantisch machtsapparaat. En de Communistische Partij is domineert direct niet alleen de Chinese overheid en de bureaucratie, ook de Chinese krijgsmacht en ook de Chinese staatsbedrijven. De grote, zeg maar, in de Chinese economie heb je de staatssector en de private sector. De staatssector, dat zijn grote bedrijven, grote staatsbedrijven, die worden heel vaak bevoordeeld. En de raden van bestuur van die grote staatsbedrijven, de mensen wie daarin zit, die benoemingen die worden direct gedaan door de Communistische Partij. De partij beheerst alle, zeg maar, belangrijke facetten van de Chinese samenleving. En ik zei al, de legitimiteitsbasis van de Communistische Partij is heel zwak. Ze zijn in 1949 ooit aan de macht gekomen omdat ze hun voorganger, dat was ook al zo'n een politieke partij, die was heel corrupt. En de communisten zeiden toen van weg met die corrupte voorganger, nu komt er een nieuw regime. En ze hebben ook in de jaren 30 en 40 tegen de Japanse bezetters gevochten. Dat heeft ook veel goed imago gecreëerd bij de Chinese bevolking. Maar dat is nu al zo lang geleden. En intussen is het huidige regime ook bijzonder corrupt geworden. Ja, dus dat die legitimiteitsbasis heel zwak is. Dus het belangrijkste argument dat gebruikt kan worden, dat is, nou, de Communistische Partij, China onder leiding van de partij, zorgt voor economische groei en uiteindelijk voor meer welvaart. Dat is heel belangrijk en dat moeten ze dus ook waarmaken. En het huidige ontwikkelingsmodel, het ontwikkelingsmodel waar het allemaal om draait, dat is in 1978 van start gegaan. Dat was aanvankelijk het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar China. En die buitenlandse bedrijven die waren geïnteresseerd in toegang tot de hele goedkope arbeid in China die er toen was. En uiteindelijk ook in toegang tot de Chinese markt. Want de Chinese markt, ja, gezien de grote bevolkingsomvang en de snelle economische groei die er sinds 1979 is, van tot voor kort gemiddeld 10% per jaar, dat trekt veel buitenlandse bedrijven aan. In ruil daarvoor was de gedachte was, in ruil daarvoor wilde China vooral technologieoverdracht, buitenlandse technologie. En dat ontwikkelingsmodel is de afgelopen jaren veranderd. En het is nu zijn de lonen niet meer zo laag in China. Dus dat oude systeem, dat werkt niet meer voldoende. Ook de export van goedkope producten was heel lang de drijvende kracht achter die hoge Chinese economische groei. Dat werkt nu ook niet meer goed, niet alleen maar omdat de lonen hoger zijn in China, maar ook omdat de export naar ons, naar Europa en naar Amerika, niet meer zo snel kan groeien, omdat wij economisch niet meer zo snel groeien. Wij hebben niet meer zoveel geld te besteden als in de afgelopen paar decennia. Dus China is nu afgestapt van dat oude model en is zich heel erg sterk aan het richten op een nieuw model, waarbij ze net als voorheen heel veel belang hechten aan technologieoverdracht, maar zelfs nog veel meer dan toen. De bedoeling is nu dat de Chinese economische groei uiteindelijk wordt aangedreven door Chinese bedrijven die hoogwaardige producten maken en die dat met name ook naar de export, maar met name op die Chinese eigen binnenlandse markt afzetten. De gedachte is dat China de Chinese binnenlandse markt nu intussen zo groot en zo koopkrachtig is geworden, dat een hele belangrijke alternatief gaat worden voor de afzet op de Amerikaanse of de Europese markt. Nou, dat is een economisch ontwikkelingsmodel, maar uiteindelijk is dat ook
de manier voor de communistische partij om in leven te blijven. Dus heel, staat heel centraal voor hun strategie. Nou, en dan heb je nog het punt van, hoe gaat de Chinese overheid met internet om? Dit is de binnenlandse politieke situatie. Ja, je leest dat ook vaak in de krant, er zijn ook veel voorbeelden van. Er is natuurlijk in China, met een gigantisch aantal internetgebruikers, heeft de overheid heel erg creatief moeten zijn in het bedenken van allerlei manieren om ervoor te zorgen dat het gebruik van internet nog steeds beheerst kan worden. Dus waar vroeger in 1989, als studenten het niet eens waren met het regime, gingen ze naar het Plein van de Hemelse Vrede, midden in Peking, een gigantisch groot plein. Daar ging je dan demonstreren. Nou, dat plein dat kan afgezet worden. Maar het gaat dus nu vooral om het internetgebruik, de cyberruimte. Wie maakt daar gebruik van? China is heel erg bezig met zijn binnenlandse veiligheid. Het budget van de binnenlandse veiligheidsdiensten, het binnenlands veiligheidsapparaat in China, is groter dan het budget van de Chinese krijgsmacht. En de Chinese krijgsmacht heeft een budget dat op één na grootste ter wereld is. Alleen Amerikanen geven nog meer geld uit aan aan defensie dan China. Dus vanuit de Chinese overheid gezien, als ze kijken naar dus niet naar de binnenlandse kant, maar naar de buitenlandse kant van internetveiligheid, dan gaat het vooral om twee dingen. De ene, en dat is punt 1 hier, dat is de potentiële bedreigingen die vanuit het buitenland komen. NSA, de Taiwanese overheid, die natuurlijk ook heel actief spioneert in China bijvoorbeeld, of Japanners, andere landen. Maar punt 2 is het niet alleen een bedreiging, maar punt 2 wordt het ook gezien als een middel ter ondersteuning van China's buitenlandse beleid. En dan heeft het ook weer twee kanten, een veiligheidskant en een economische kant. Als het gaat om veiligheid, spionage natuurlijk. Een aantal van die Chinese dissidenten, die woont niet in China zelf, maar die is gevlucht naar het buitenland. De Dalai Lama zit in het buitenland. Er zijn allerlei ballingen, allerlei mensen van Tibetanen, Oeigoeren, maar ook politieke dissidenten, die op een gegeven moment China uit zijn gegaan of uit zijn gezet en in het buitenland wonen. En die zijn nog steeds actief vaak. En China wil heel graag precies weten wat ze doen. Dus dat is een hele goede aanleiding voor die politiek gemotiveerde cyberspionage. Verder heel belangrijk, strategische data van potentiële tegenstanders. Dus landen waar China wrijvingen mee heeft. Daarvan wil China heel graag weten natuurlijk wat die landen precies van plan zijn, maar ook hoe de verhoudingen onderling zijn. Japan en Amerika zijn bondgenoten van elkaar. Dan wil China natuurlijk heel graag weten hoe goed die relatie tussen Japan en Amerika nou eigenlijk is. En onder welke voorwaarden Amerika nou eigenlijk als het echt erop aankomt, militair te hulp zou komen aan andere landen in Azië als die problemen met China hebben. En defensietechnologie natuurlijk, er is nog steeds dat wapenembargo. En ondertussen is de Chinese krijgsmacht zich aan het moderniseren en heeft grote behoefte aan bepaalde, hele specifieke vormen van defensietechnologie die China op dit moment zelf nog niet in huis heeft. Dan het punt van oorlogvoering zelf. China is op dit moment niet oorlog aan het voeren, maar is zich natuurlijk wel aan het voorbereiden. Je weet maar nooit. Om maar twee concrete voorbeelden te noemen. Als er een Taiwan-conflict komt, dus als China met geweld gaat proberen ervoor te zorgen dat Taiwan weer deel gaat worden van China, dan is het voor China heel belangrijk om op dat moment ervoor te kunnen zorgen dat de wil, de motivatie van de Taiwanese bevolking om zich tegen China te verzetten, dat die wil heel snel wordt ondermijnd. Want als de Taiwanese, een bevolking van 23 miljoen, als die het gevoel hebben dat de inlijving door China, als dat onvermijdelijk is en verzet alleen maar tot heel veel schade leidt, dat soort ideeën, als die heel sterk zijn, dan is de kans groter voor China dat het lukt om met relatief weinig moeite in een korte tijd Taiwan inderdaad binnenboord te krijgen. En de andere is dat wat de hele tijd als een dreiging boven die hele buitenlandse politiek van China hangt, dat is de mogelijkheid van een conflict, de mogelijkheid van een gewapend conflict met de Verenigde Staten. Mocht dat gebeuren, dan is het voor China heel belangrijk dat ze die logistieke aanvoerlijnen van de Amerikanen hebben een hoop troepen in Oost-Azië,
dat China ervoor kan zorgen door middel van cyberoorlogvoering dat die Amerikaanse logistieke lijnen worden verstoord. En dan is er de economische kant van China's cyberveiligheidsbeleid op buitenlands terrein. Ik denk dat er een aantal duidelijke motieven voor China zijn om zich op dat gebied actief te zijn. Met name het verzorgen dat die technologieoverdracht er sneller komt. Zoals gezegd, technologie speelt een centrale rol. De Chinese overheid zelf, met de partijen op de achtergrond, speelt weer een centrale rol in de Chinese economie. Dus dat wil zeggen dat China's buitenlandse economische betrekkingen, die worden uitgevoerd door Chinese bedrijven, dat daar binnen de Chinese overheid ook weer een hele nadrukkelijke rol speelt. En dat gaat veel verder en dat is echt anders dan de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland bijvoorbeeld. China steunt zijn bedrijven om ervoor te zorgen dat die op buitenlands terrein meer concurrentiekracht hebben. En steunt met name de grote Chinese staatsbedrijven. En dat heeft, even los van het hele cyberdomein, dat doen ze op allerlei manieren. Dat doen ze door subsidies, door de goedkopere kredietverlening in China zelf, maar ook door allerlei actieve ondersteuning in het buitenland. De cyberspionage past binnen een bredere doelstelling die de Chinese overheid heeft om zijn buitenlandse economische doelstellingen te bereiken. Cyberspionage past daar heel goed in, maar is maar één van de vele middelen die er zijn. En wat recent uit Amerikaanse media naar voren komt, en dat zou ook interessant zijn als dat zo is, dat is dat het erop lijkt dat ook cyberaanvallen op Amerikaanse ondernemingen, dat een drukmiddel zou kunnen zijn vanuit de Chinese overheid. Dus Amerikaanse bedrijven die de afgelopen paar jaar bijvoorbeeld naar de WTO, dus de Wereldhandelsorganisatie, zijn toegestapt om daar een klacht in te dienen, omdat zij vinden dat zij op een oneerlijke manier met Chinese bedrijven moeten concurreren en dat de Chinese overheid daar een rol in speelt, dat die bedrijven vervolgens het doelwit werden van grootschalige cyberaanvallen. Waardoor dus de verdenking is ontstaan dat dit een soort strafmiddel is dat China kan toepassen om andere bedrijven af te schrikken om niet soortgelijke stappen ook te nemen, om soortgelijke klachten ook in te dienen. Wat je hier ziet, dit is de laatste slide, wat je hier ziet op dat plaatje, dat is hoe de economische machtsverhoudingen in de wereld veranderen. Dus in de eerste kolom zie je in 1870 de Britse economie heel groot, dominant. En dan 1973 natuurlijk de Amerikanen. En nu, 2010, recent een paar jaar geleden, Amerika iets kleiner, maar nog steeds heel groot. En dan de verwachting is dat uiteindelijk China op die nummer 1 positie komt, dat de Chinese economie in 2030 de grootste ter wereld is. Deze ontwikkeling staat centraal voor de partijleiding in China. Want wat zij willen is dat zij de macht willen houden. De Communistische Partij moet aan de macht blijven in China. En de beste manier om dat te doen is om economisch te blijven ontwikkelen en om economisch concurrerend te zijn. De Chinese economie moet daarom steeds groter worden. En uiteindelijk is het vanuit de politieke leiders in China, is er geen onderscheid tussen de economische dimensie en de veiligheidsdimensie. Het gaat allemaal om de politieke veiligheid van China, om het voortbestaan van het huidige regime. Internet speelt duidelijk een centrale rol, sowieso. Dat heeft te maken met de binnenlandse veiligheid en ook met de manier waarop China naar het buitenland kijkt als een potentiële dreiging. En het gebruiken van internet voor economische doelen is binnen die context die er al is, maar een hele kleine stap. Dus de beschuldigingen van de Amerikanen lijken mij heel plausibel. Probleem blijft alleen. De bewijzen die ze vervolgens aanvoeren, die zien er ook plausibel uit, maar dat is heel moeilijk te zien of dat nou echt terecht is of niet. En natuurlijk, veel van wat de Amerikanen zeggen lijkt mij waarschijnlijk ook van toepassing op wat ze zelf doen. En dan tenslotte voor Nederland geldt, nog even in aanvulling op wat de AIVD in het rapport zei. Het gaat uiteindelijk om technologietoegang, dus wat dat betreft geen onderscheid voor China tussen een Amerikaans bedrijf of een Nederlands bedrijf. Dus lijkt mij dat er in principe geen reden is waarom de Chinese overheid
als ze zich op Amerika richten, zich niet ook op Nederlandse doelen zou richten. Dat was mijn inleiding en er is nog wat tijd over voor vragen. Op dit moment niet echt. Wat ze zich kunnen veroorloven is dat ze er eentje uitkiezen en dat die vervolgens zeg maar, als een negatief voorbeeld worden gebruikt. Hè? Dat je er eentje straft om de andere bedrijven weer mee te krijgen. Maar vanaf het begin van China's ontwikkelingsmodel, dus het huidige ontwikkelingsmodel vanaf 1979, is er eigenlijk een hele nauwe alliantie tussen grote westerse bedrijven en de Chinese overheid. Want die westerse bedrijven spelen een hele centrale rol in China's ontwikkeling. En dat zal voorlopig nog wel een tijdje zo blijven. Ondanks het feit dat China heel snel probeert die achterstand in te halen en dat er uiteindelijk op langere termijn voor al die westerse bedrijven ook Chinese concurrenten ontstaan en dat die Chinese concurrenten op een dag zo ver ontwikkeld zijn dat die buitenlanders niet meer nodig zijn. Maar zover is het nu nog niet. Ja. Ik denk dat tweede, als ik tenminste wat ik daar voor informatie over zie, dat is dat de verwachting is dat dit nog maar vrij beperkt is wat er nu gebeurt en dat zeg maar, de grote golf, dat het er nog aan zit te komen. Dus zoals u zegt, dat schaalvoordeel, de uitwerking daarvan nog pas duidelijk gaat worden in de toekomst. Ja, u achterin? Ja, ik denk zelf ook wel dat uiteindelijk het verschil in heel veel opzichten tussen China en andere landen helemaal niet zo groot is als het om veel dingen gaat. Maar er zijn net een paar dingen die bij China meespelen waardoor het toch anders is. En dat heeft te maken met de schaal die is al genoemd. Dat heeft ook te maken met de rol die de Chinese overheid in de economie speelt. Dus de relatie tussen overheid en bedrijven is veel nauwer, veel hechter in China dan in westerse landen. En ook de... Kijk, China is nog steeds een ontwikkelingsland, dat zeggen ze altijd van zichzelf. We zijn het grootste ontwikkelingsland ter wereld. En dat is in heel veel opzichten ook zo. Dus de motivatie, dat is ook een aspect. De drang, de honger naar technologie in China gaat, als het gaat op nationaal niveau, gaat nog wel wat dieper, nog wel wat verder dan in westerse landen. Ja, u? Hier vooraan. Ja, wat dat betreft sluit ik me wel aan bij wat AIVD en ook NCTV, dus de Nederlandse overheid, recentelijk
al een aantal keer duidelijk heeft gezegd. Hè, waarschuwingen aan Nederlandse bedrijven. Dus de stelling van dat Nederlandse bedrijven onvoldoende voorbereid zijn. Ik kan dat zelf niet beoordelen, maar dat lijkt me geloofwaardig. Of in ieder geval zich misschien meer bewust zouden moeten zijn van wat er op ze af kan komen vanuit een land als China. Ja, ik vind ook, ja, je kunt het ook inderdaad verder uitwerken en zeggen van dit soort zaken die met China te maken hebben, zijn eigenlijk ook een goede manier om ook meer misschien inzichtelijk te maken en mensen meer bewust te maken van wat er ook vanuit allerlei andere richtingen, zoals de Verenigde Staten, ook op ze af kan komen. Ik denk dat het inderdaad tot op zekere hoogte vergelijkbaar is. Dus als er onvoldoende bewustzijn is en onvoldoende weerbaarheid richting China, dan geldt dat natuurlijk uiteraard ook voor zaken die vanuit andere landen naar Nederland toe komen. Maar ja, ik blijf nog steeds bij het punt dat China wel een apart geval is. Dus dat het wel belangrijk is om niet alleen maar die algemene waarschuwing te handhaven, maar ook heel nader te kijken naar een actor als China, wat dat voor Nederland betekent. Ja, daar was nog een vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat westerse landen, westerse overheden daar niet die kant op gaan, niet die kant op willen. En het is een algemeen probleem met China, met de concurrentie met China, economische concurrentie. China is vaak heel goed in het maximaal uitbuiten van het systeem zoals het nu is, een open internationaal systeem. En het is voor westerse landen niet gunstig om daarop te reageren door juist heel veel nieuwe barrières op te werpen. Er moet een andere oplossing voor gevonden worden. En men is er nog niet uit wat dat dan is. Dus de probleem begint nu wel duidelijk te worden, maar hoe je daarop kunt reageren, dat weten we nog niet. Ja, die vraag is relevant voor de economische groeimodel van China. De eenkindpolitiek gaat nu langzaam afgebouwd worden. En tegelijkertijd ga je krijgen dat de vergrijzing in China heel snel gaat opkomen. En dat betekent dat er een enorm gevoel voor urgentie is voor de Chinese overheid om nu die technologieoverdracht nog meer te versnellen. Want je zou kunnen zeggen, doe maar rustig aan, want China ontwikkelt zich wel, dus China zal er wel komen. Maar de gedachte is, nee, we hebben nu bijzonder gunstige omstandigheden waarin we heel snel kunnen groeien. En juist nu moeten we die omstandigheden maximaal uitbuiten, want over 10 jaar, dan heeft China al zo'n danige mate van vergrijzing bereikt, dat het veel moeilijker wordt om nog een hoog groeitempo te kunnen handhaven. De groei is al de afgelopen paar jaar al afgezwakt en de verwachting is dat dat nog wel wat lager gaat worden. Ja.